Het merkenbureau Novagraaf bepaalt ze ieder jaar weer opnieuw wat het leukste nieuwe merk van dat jaar is. En dit jaar is dat het snoepmaatje geworden van Zon Fruit and Vegetables. Mira Constantinova, gefeliciteerd. Dank u wel. U bent marketingmanager, dan ben je hartstikke blij als je zo'n titel krijgt. Ja, voor ons is dat een bijzondere herkenning. Omdat dit project was een van onze eerste projecten vanuit Zon Marketing. En dan zien we wel dat het toch herkend wordt. Niet alleen door de consument en onze klanten. Maar wel ook door een bureau zoals Novagraaf. Die eigenlijk meer dan 20.000 nieuwe merken per jaar registreert in Benelux. En dan ben je het leukste. Maar wat is dan het leukste? Vinden ze dan het woord snoep, maatje het leukste? Of wat is dan zo leuk? Het hele concept dat je eigenlijk gezond kan snoepen, dat het wel aanspreekt bij de consument. Ja. En dat we toch de extra stap hebben gemaakt om het product ook mooi te verbeelden. Die aanspreekt bij consumenten zoals kinderen. Want de doelgroep hiervoor is met name kinderen? Ja, en gezinnen met kinderen. Ja. Want ze hebben allemaal gezichtjes ook. Ja, dan kun je het voorstellen. Dit staat of in de winkel of thuis op de aanrecht. En ja. Het is heel erg uitnodigend om toch eentje erbij te pakken in plaats van een snoepje. Om te snoepen. Ja. Van zo'n gezond snoepmaatje. Ja. En jullie verpakken dit, dus het is door jullie bedacht. En je verpakt het helemaal. En zo verlaat het de terreinen van Zon Fruit and Vegetables in deze verpakking. Ja, we werken samen ook met een tailor die dat voor ons doet. Dus dat is ook een bijzondere project. Hoe we vanuit de vraag vanuit een klant, een supermarkt, we doen dat bij Jan Linders. Ja. Dat we ook samen hebben gewerkt en werken samen met een tailor. Dus het gaat zo direct van de kas met onze verpakking, onze concept naar de winkel toe en ook naar de consument. En als we de cijfers van Zon Fruit and Vegetables zagen, het gaat heel goed met de omzetcijfers van Zon. En een onderdeel daarvan is ook dit soort producten. Hè? Dat begint steeds belangrijker ook voor Zon te worden. Ja, absoluut. We zien wel dat dat een goed voorbeeld is hoe we de behoeftes aan de klant, van de klant kunnen vervullen. Maar dan denkend vanuit de consument. Ja. Maar jullie hebben je eerder nooit zo verplaatst in precies die consument, wat die behoeftes en die verlangens waren. Maar daar zijn jullie nu heel serieus mee bezig, om dat in kaart te brengen. Ja, wij hebben een paar projecten opgestart met consumentenonderzoek. En dat geeft ons inzichten en heeft ons ook kennis en strategie hoe we verder de consument kunnen benaderen met dit soort projecten en producten. Ja. Dus dit is het begin van nog heel veel ander moois aan consumentenproducten. Ja, absoluut. Absoluut. Dus ik hoop dat wij over een paar maanden nog meer kunnen vertellen. Ja. Nou, als u nog een keer het leukste merk bent, dan kom nog eens terug bij Koplopers. Dank u wel. Succes daarmee. Ja. Vorige week heeft u voor het eerst kennis met ze gemaakt. Die twee bijzondere boeren hier uit de regio, Henk en Leij. Weet u nog, met hun vergeten groenten die ze nota bene ook nog waren vergeten. Nou, vandaag een heel nieuwe avontuur nog op de markt van die twee. En met een bijzonder receptenboekje vandaag.